grote belangstelling werd vrijdag de allereerste Herengracht Industrieprijs uitgereikt in de Lentveld Hub in Amsterdam. De architecten van I29 kwamen als winnaar uit de bus met de Frame Store in het Felix Meritis gebouw. Had je verwacht dat je zou winnen? Ik moet natuurlijk eigenlijk nee zeggen, maar ik had een vermoeden. Maar meer dan 200, dat is echt heel veel. Meer dan 200 projecten ingezonden. Natuurlijk zijn ze niet allemaal, zeg maar, meteen een aanmerking voor de extra longlist, bij wijze van spreken. Maar 220 geeft wel aan dat de honger in onderarchitecten en interieurarchitecten naar een prijs en naar competitie en ook het meten aan elkaar en het inspiratie opdoen van elkaar enorm groot is. Dus ik denk dat als dat meer nog dan dat het bewijst dat de kwaliteit heel hoog is, is dat de behoefte aan zo'n prijs enorm hoog is. Nou, we hebben het wel zwaar gehad met elkaar. En ik denk dat er een aantal hele mooie dingen zijn geweest vanavond. En ik vind het heel goed dat het een keer gebeurt. Hans Lenselt heeft het over het uitdelen van een schouderklopje aan architecten die loyaal zijn aan de industrie. Is dat nodig? Ik denk dat het absoluut goed is voor de industrie op dit moment, na een periode waarbij het financieel allemaal wat minder gaat. Denk ik dat een hoop bedrijven zich nu een weg in de toekomst vreten. En ik denk dat het schouderklopje absoluut gaat helpen voor de bedrijven die het nodig hebben, maar ook voor degenen die het afgelopen jaren goed hebben gedaan.